Jij bent in Nederland lief tegen mij. Je doet echt of ik... Je prijst mij helemaal de hemel in. En hier doe je net of ik een stuk vuil ben. Maar hoe ga je om met conflicten met een vrouw? Zeker als jij het een beetje verprutst hebt. Bijvoorbeeld door met andere vrouwen te zoenen. Welkom bij dit nieuwe hoofdstuk van Fuckboy Politiek. Waarbij we kijken naar het spanningsveld van macht en seks bij mensapen. In de broedplaats van het Ex on the Beach huis wordt alfamannetje Nick wakker tussen twee van de vrouwtjes. Als je naar mij vraagt... Knapste vrouw van de villa, doet hij goed. En zijn ex komt nu eraan en die is niet blij met wat ze ziet. Ik heb een beetje gedragen. Stel je voor, dit ben jij. Jij ligt daar, lekker bezig pik, met twee mooie vrouwen in bed. En die eerdere vrouw die je al aan het daten was, ze waren gevoelens. Ja, ze staat nu voor je neus. Hoe beantwoord je deze vraag? Dit is een moeilijke, want toegegeven, ik snap Nick heel erg, die raakt in paniek, die denkt, oh shit, ik moet me verdedigen. En hij kiest precies de verkeerde antwoorden. Ik heb wel weer naar je. Ja, dat is wel te zien. Dan zie ik hem daar met twee meisjes liggen. Daar schrik ik al van. Ik heb geen seks gehad met iemand. Dus, En gezoend? Ik heb wel met iemand gezoend. Met wie? Die ligt niet hier. Ja, maar hoezo heb je dan met iemand anders gezoend, Nick? Ik weet niet, het was deze dag. Ik weet niet, het is echt een kut excuus. Ik heb geen seks gehad. Aan drie signalen zien we dat Nick echt in de stress schiet en reactief wordt op zijn ex. Het eerste signaal is wat we noemen zelfkalmerende gebaren. Dat zijn gebaren waarbij je jezelf kalmeert. Hier zie je het aan over zijn eigen hoofd aaien. Dat is natuurlijk iets wat misschien een ouder figuur vroeger deed als kind. Van, oh, het is wel goed joh. Eye over de bol. Dat doe je dan bij jezelf. Twee is ook een lichaamstaalsignaal en dat is namelijk dat van ventileren. Je ziet het in hoe hij zijn hoodie verplaatst. Misschien wil hij zich erachter verstoppen, maar dat doet hij dan toch maar niet, want hij krijgt het te heet. En drie is zijn onderdanige en verklarende houding. Dat onderdanige zie je hem in naar boven kijken. Ik bedoel, tuurlijk, ze staat ook letterlijk hoger dan hem. Dus hij is al in een nadeel geplaatst. Maar daarbij zie je hem ook heel erg verklaren, naar haar oren spreken. Van, oh, ik heb me wel gedragen hoor. Maar Nick krijgt nog wel meer stront aan de banaan. Dan zie ik hem daar met twee meisjes liggen. Daar schrik ik al van. Ik heb geen seks gehad met iemand. Dus, En gezoend? Ik heb wel met iemand gezoend. Met wie? Die ligt niet hier. Ja, beste amateurprimatologen. Nick bevindt zich hier toch wel echt in een omgevingsnadeel. Waarbij hij meteen met negatief bewijs voor zijn zaak aan beide kanten ligt. Daarnaast is hij ook nog eens brak en niet uitgeslapen. En natuurlijk heeft zij de hogere positie waarbij het makkelijker is om te beschuldigen. Dat heeft natuurlijk ook een effect van de ouder die op mij neerkijkt. En je ziet het aan hoe hij verstrengeld raakt in haar vragen. Daar helemaal in meegaat. Heb je ook gezoend? Met wie heb je gezoend? Waarom doe je dat, Nick? Hoezo heb je dan met iemand anders gezoend, Nick? Ik weet niet, het was deze dag. Ik weet niet, het is echt een kut excuus. Ik heb geen seks gehad met iemand. Hoe is het tussen jullie afgelopen dan? Nou, het is nooit afgelopen geweest. Nee? Nee. Oké, ze komen jou ophalen hier dan. Het was gewoon recent, hè. Voordat ik hierheen ging. Seks gehad en alles. De dag voordat ik hier naartoe kwam, had ik nog seks met Anne. En ik ben hem er eigenlijk tussenuit genaaid. Wij zaten niet in een relatie, maar we hadden wel gevoelens. En hij zei ook van, overal waar ik naartoe ga, zou ik trouw aan jou blijven. Dit is precies een onderwerp wat ik behandel in mijn nieuwe boek. Fuckboy Politiek. Met co-acteur Frans de Waal. En dat is namelijk... praten naar een vrouw haar oren. Natuurlijk is het logisch dat je iets wil zeggen wat goed valt. Maar waarom zegt Nick dit? Overal waar ik naartoe ga, zou ik trouw aan jou blijven. Klinkt als iets wat je zegt na de seks. Ik kan me niet voorstellen dat je dat daarvoor al zegt. Dat is wel helemaal raar. Maar waarom zeg je het na de seks? Je hebt het al met haar gedaan. Goede kans dat ze het vaker wil doen. Voor mij klinkt dat als iemand die ervan uitgaat dat iedere vrouw altijd een relatie wil. En dat je dat maar gaat zeggen tegen haar. Terwijl, ik heb best wel verrassende resultaten gehad. Juist door te zeggen van, ik wil echt de meest gestoorde nacht van mijn leven nu met jou beleven. En dat dat het was. En dat het daar ook blijft. Want heel veel vrouwen hebben precies dezelfde agenda als jij. En door ervan uit te gaan en dat kader op iedere vrouw te plakken. Oh, zij wil een relatie, dus ik zeg wel iets over trouw zijn. Oh ja, maar overmorgen ga ik wel naar het Ex on the Beach huis. Ja,
Dat is niet goed vakboyisme. Trouwens, ik heb iets nieuws en dat is de hot seat, waarbij we online in een Zoom-groep kort 1 of 2 diepgaande vragen behandelen van mensen in de groep. Dus dan spreek ik je even kort of je kan meeluisteren hoe iemand anders gecoacht wordt, want het is altijd op veel voorkomende problemen. Dus dat is de hot seat. Dat is gratis als bonus voor als je mijn boek hebt. Mijn boek is niet bepaald duur, dus het is geen mega stap. Het is slechts een bonus daarvan en we doen dat dan iedere, waarschijnlijk zondagavond, misschien donderdagavond, even kijken. Dus daarvoor koop de e-book versie van mijn boek. Met bol.com is het ietsjes meer gedoe. Dus koop de e-book versie. Je kan eigenlijk ook de bol.com doen. Dan heb je ook het fysieke exemplaar. Dus zie je dat in de beschrijving en dan spreek ik je binnenkort misschien al. Ik zeg tegen iedereen, dat het gewoon niemand is mijn type hier. Nee, dat zei je niet tegen mij gisteren. Hey, what the fuck? Je hebt gewoon gezegd dat ik jouw type ben, hoor. Wees gewoon eerlijk. Ja. Ben, ja, maar wat heb je tegen hem gezegd? Ja, hij heeft mij gezegd dat ik een knappe meid ben. Dat hij mij wel de mooiste vond uit de villa. Ja, dat is ook zo. En dat ik dat wel gewoon zijn type tegen ben. Mij ook. Mooi. Hé, hey, maar je gaat wel lekker, hè? Hier beginnen we de negatieve effecten te merken van Nick zijn fuckboy-politiek. Waarbij hij door het ijs zakt en alle vrouwtjes van de stam ineens zien van, oh, hij loog hierover. Oh, daar verkoopt hij hetzelfde verhaal tegen mij als tegen jou. Dit zorgt er natuurlijk voor dat geen van alle vrouwen zich nog belangrijk vindt. Maar vooral dat die gezamenlijke vrouwen nu jou als vijand hebben. Dat is heel erg belangrijk. In een stam is het zelden de meest dominante of de meest agressieve persoon die de alfa is. Dat is heel vaak niet de waarheid. Vaak is dat eerder de persoon die het meest een achterban weet te creëren. In het vorige seizoen zagen we dat heel duidelijk met Dusty, die meer vriendelijk, grappig en totaal niet een vechtersbaas is, maar wel heel veel mensen achter zich weet te krijgen. Daarna verloor hij het ook weer. Zie mijn video's ook over het vorige seizoen. Heel veel interessante primatologie daar. Maar in ieder geval, hier begin je dus je achterban te verliezen. Dat kan nog wel eens negatieve schade hebben voor het paringsgedrag van onze alfa-aap hier. Ik ben eigenlijk wel gekwetst, ja. Ik had niet verwacht dat niks zo zou zijn. Helemaal niet. Maar kunnen we even pauzen? Ik dacht eigenlijk dat dit allemaal een beetje gestuurd, half in scène gezet drama was. Maar ik moet zeggen, ze lijkt echt gekwetst. Niet handig, Nick. Niet handig, bro. Hoi, Anne. Ik werd wakker en in één keer staat zij voor mijn neus met een ontbijtje. Je mag wat vragen. Hij heeft alleen maar een paar keer met links gezoend, toch? Of heb ik het met... paar keer? Met iemand anders gezoend. Jij zei net 1 keer, Kneus. Ja, alleen gezoend. Dit is boeiend. Nick gaat te erg mee in haar frame. Hij zegt nu, ja, alleen gezoend. Terwijl wat hij zei is... Ik heb geen seks gehad met iemand. Dus... En gezoend? Ik heb wel met iemand gezoend. Maar omdat zijn ex zo overtuigd was van, hey, je zei 1 keer gezoend... Gaat hij daar half in mee en zegt hij, ja, alleen gezoend. Hier zie je daar nog een voorbeeld van. Hi, Anne. Hi. Hi, Anne. Nee, ik wil Anne gewoon eerlijk vertellen wat er is gebeurd. Want van Nick krijgt het niet te horen, dan maar van mij. Ik ben gewoon eerlijk. En jij bent met iedereen hier bezig. Je ligt met 2 meiden in bed. Je bent met mij geweest en zodra zij naast bed staat, zeg je... Oh, ik ben met niemand hier geweest, ik heb niets gedaan, alleen gezoend. Nee, er is ook meer gebeurd, maar geen seks. Waarom durf je niet zeggen? Ik heb het niet gezegd, ik heb verder niks. Hoezo heb je dat niet gezegd tegen mij? Ja. Ik zeg, is gezoend en zo, meer heb ik niet gezegd. Hij zei inderdaad ook niet, ik heb gezoend en zo. Hij zei heel duidelijk, hey, ik heb gezoend, geen seks. Seks is een ruimer begrip, ja, valt orale seks onder seks. Ik zou zeggen van wel, anderen zeggen van niet, ja. En ik snap dat, want hij is natuurlijk heel reactief. Hij wordt overvallen daar. Dus wat is de grote les? Kijk, als jij in zo'n conflict terechtkomt, is het natuurlijk goed om toe te eigenen. Van, nou, ik ben echt niet de braafste geweest. Dat zou ik je gewoon meteen eerlijk zeggen. Gewoon boom. Ja, beter om dat nu toe te eigenen. Want dan heb je er in ieder geval verantwoordelijkheid over genomen. En dan kun je in ieder geval ook niet daarna gepakt worden op je kleine bullshitleugentjes. Maar in zo'n situatie is dat wel heel moeilijk. Opnieuw, denk aan de negatieve omgeving die hem in het nadeel plaatst. Al met vrouwen naast je, ineens hele publiek op je. Natuurlijk een camera, maar ook zij die er zo naast het bed staat. Het is allemaal niet ideaal. Dus het eerste wat hij had moeten doen in deze situatie is het controleren van de omgeving. Van, oké, schat, ik hoor je, hè, ik snap het, joh, ik ben ook net wakker. Kom, we gaan naar het koffiezetapparaat, neem ik even een watertje en een koffie en leg ik het je allemaal uit.
Oké, dan ben je meteen aan zet. En dan kun je dus al controle uitoefenen tot een betere omgeving, waar jij ook beter uit de verf komt dan dat je ligt te verklaren, ja, ik heb met niemand seks, met twee chicks naast je. Ja, succes daarmee, vriend. Het ergste vind ik dan gewoon dat Nick niet eerlijk is nu. En dat ik dan van iemand anders moet horen. Nee, maar Nick, hoezo zeg je dat dan niet meteen? Omdat hij geen controle had over de omgeving. Jij bent in Nederland fucking lief tegen mij. Je doet echt of ik... Je prijst mij helemaal de hemel in. En hier doe je net of ik een stuk vuil ben. En vanmorgen zeg je dat je alleen gezoend hebt met haar. Je hebt meer gedaan. Luister, schat. Ik heb ook meer met haar gedaan. Ja, hoezo zeg je dat dan vanmorgen niet meteen tegen mij? Er is gezoend en zo. Sorry, ik ben echt niet meer zo lief hoor, tegen jou. Nee, snap ik. Maar ik zeg, er is gezoend en zo. Het komt echt niet bij me op om meteen te zeggen... Oh, Lynn heeft mij gepepen, snap je? Gepepen! Altijd mooi hoeveel werkwoorden en gezegdes altijd ontstaan in dit soort programma's. In ieder geval, hetzelfde punt geldt, maar... Hier mag hij ook dan tegengas geven. Alleen dat is lastiger door je eerdere leugens. Dus daarom zorg dat je controle krijgt over de omgeving. Stap 1. Stap 2. Neem verantwoordelijkheid. En dat betekent ook naar haar luisteren. Een excuses aanbieden. Begrip tonen naar haar toe. Echt je inleven in haar. Niet alleen gewoon je mond houden en wachten om te spreken. En dan nu zou stap 3 kunnen zijn. Van hey, schat, ik heb gewoon gezegd. Ik heb gezoend. Ik heb inderdaad gezegd. Ik heb geen seks gehad, daar zat nog van alles tussen, dat geef ik toe. Dit was hoe het voor mij is en het is niet alsof ik gelogen heb. Ik kwam gewoon niet meteen met alles op tafel, want ik werd ook een beetje overvallen. Dus laten we hier wel een normaal gesprek over hebben. Dan kun je een beetje tegengas geven en dan kan ze ook zien van ja, het is niet... Hij heeft het niet aan het juiste eind, dat is duidelijk. Hij maakt de fout, maar dat wil niet zeggen dat zij overal meteen automatisch gelijk in krijgt. En dat is altijd het lastige in een conflict. Van, oh, jij bent fout geweest, dus je gaat alleen maar op blaren zitten. Sommige mensen die gaan juist alleen maar terugduwen. Dan moet je meer werken aan de verantwoordelijkheidsstap. Hè? Maar sommige mensen die nemen overal alleen verantwoordelijkheid over, maar die durven ook niet terug te duwen. Dus dat is een beetje uitzoeken waar dat spanningsveld voor jou geldt. Voor meer datingadvies, en zodat je niet zit te kijken naar een brainless video waar je niet beter van wordt, abonneer op dit kanaal. En ik zou zeggen, smash die like-knop. Maar wij zijn natuurlijk vrouwversierders, we zijn gentlemen. Dus ik zou zeggen, streel zachtjes die like-knop. Ja, een beetje met gevoel. Met gevoel die like-knop even strelen. En dan spreek je weer in de volgende video.